Goeiedag. Ja, ik ga jullie nog een keertje wat vertellen over die center of gravity en lift en draaimomenten. Je ziet het, ik heb een vliegtuig. Ik heb daar een gaatje in geboord. En ik heb hier een pinnetje. En het pinnetje, daar schuif ik het vliegtuig even overheen. Het pinnetje, dat is de center of gravity. Die heb ik door de center of gravity heen geboord. Als je goed nadenkt, zit de center of gravity iets onder het pinnetje, waardoor die wat stabieler is. Nou, wat gebeurt er? Wat zie je? Als ik hier duw, gaat die nose down. Dat is logisch, hè? Ik duw op zijn neus. Maar waarom is dat zo? Dat is zo omdat ik dus een kracht heb met een arm. Dus ik heb een moment en die zorgt voor draaiing. Zou ik hier duwen? Nose up. Kracht maal arm is moment. Moment. Trek ik aan die stabilo, kracht mijn arm, draaimoment. En let goed op, dat streepje hier, dit is de lift. Het streepje geeft aan wat ongeveer de plek is van de center of pressure. Die ligt aan mijn kant van de center of gravity. Wat is de center of gravity? De center of gravity is de plek waar alle massa, zich niet centreert, maar alsof ik dus de massa van het hele vliegtuig met inzittenden en broodjes, Franse kaas en alles en nog wat bij elkaar optel. Ik zou die vervangen door één grote massa, een supermassa op één plek. Dan zit die daar, in de center of pressure. De center of gravity. Gravity is aantrekkingskracht, het centrum van alle aantrekkingskracht. Trek ik nou aan deze kant van al die massa, dan trek ik die massa natuurlijk op zijn kant. Dat is wat er gebeurt. Ik heb een kracht maal een arm, dus ik heb een draaimoment ten opzichte van die center of gravity. Dus de center of pressure, het aangrijppunt van de lift, is de arm eigenlijk. Het center of gravity zelf levert geen draaimoment, want ga ik bovenop de center of gravity duwen, gaat hij niet draaien. Duw ik hier, draait hij wel. Duw ik daar, draait hij ook. Ja? Maar duw ik bovenop het center of gravity, is de arm nul. Kan ik nog zo hard duwen, gaat hij niet draaien. Een motor die over het draaipunt heen duwt, geeft ook een draaimoment nose down. En komt de weerstand over de vleugel heen, of over het middelpunt heen, aan de bovenkant, dan trekt hij hem naar achteren, dan trekt hij hem ook nose up. Dus alles wat hem wil laten draaien, geeft een moment, mits het een kracht is en mits er een arm aan zit. Dan is er nog één ding wat misschien denkt van, ja maar wacht eventjes. Je zou toch ook die lift kunnen vervangen door een touwtje en hem daaraan op kunnen hangen? Ja, dat klopt. Kijk maar. Ik ga het doen. Ik kan hem inderdaad ophangen aan het touwtje, maar kijk eens wat er gebeurt. Hij gaat met zijn neus naar beneden. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Ja, omdat het center of gravity aan die kant zit. Ik heb nu mijn draaimoment. Maar ik heb zelf een ander draaimoment gecreëerd. Ik heb hem aan zijn lift opgehangen. Ik heb een soort haakje gemaakt waar de lift aan hangt. Dat is eigenlijk vals spelen. Ja, in zoverre. Dat is niet vals spelen. Want ik vergeet mijn stabilo. Kijk, ik heb hem weer recht. Dus ik kan wel zeggen, ik kan hem aan zijn lift ophangen aan het plafond. Maar dan zal ik ook een stabilo krachtje moeten nemen. Want dat is nou precies wat de stabilo doet als hij in de lucht hangt. De stabilo zorgt ervoor dat hij met zijn moment zorgt dat hij met dat liftmoment recht blijft. En dat is eigenlijk het hele eieren eten. De stabilo en het lift samen leveren een mooi moment. En dat was denk ik mijn uitleg nogmaals over het draaimoment van een vliegtuig. Je ziet, het vliegtuig is in evenwicht. En ik heb hem opgehangen aan de schroef. En nou, dat is duidelijk, hij is in evenwicht. En we hebben geleerd dat in de center of gravity, dat hij daar dan in evenwicht gehouden wordt. Hoe komt dat? Nou ja, we hebben de stabilo, die trekt hem naar rechts. Dat zie je. En de lift, die trekt hem linksom. En dan heb ik ook nog drag en thrust. Maar dit is natuurlijk maar een plaatje. Waarom blijft hij nou in evenwicht? Er is helemaal geen lift en drag en thrust. Er zitten schroeven in het midden. Kijk, en als ik die schroef
Dan kan ik die schroefhouder natuurlijk tegen. In de center of gravity. Dat hebben we toch geleerd. Kijk, dit is een schroef. Kun je met de momentensleutel doen. Ik heb een nieuwe gemaakt. En kijk. Als ik nu om die bout hang. Momentenwet. Center of gravity. Het ding blijft recht hangen. En als ik ga torken. Dan zet ik kracht. Ja. En dan draai ik inderdaad. Maar als ik niks doe, dan houdt hij hem tegen. Die schroef die houdt hem tegen. Dat hebben we geleerd. Dus een zwaartekracht in het midden, die zou je denken, die heeft dan toch ook een moment. Maar dat is niet waar. Want stel je voor dat ik deze eraf haal. Ik ben nu hetzelfde ding. Ik zet hem op die schroef. Wat gebeurt er dan? Ja, dan stort het hele systeem in elkaar. Dit was wel de center of gravity. Kijk maar, hij hangt prima. Niks aan de hand. Kijk. Het is het center. Hij hangt. Dat is er geen twijfel over mogelijk. Maar als hij geen weerstand levert, geeft hij ook geen draaimoment. En waar we dus op moeten letten, is dat als ik een kracht zet op een as, op een voorwerp, en de kracht is in het verlengde, dan gaat hij niet draaien. Als ik nu heb ik een netto kracht buiten de as, dan gaat hij wel draaien. Maar dan heb ik een schroef of een bout. En ik zet daar een systeem op, dan gaat hij niet draaien. Maar dat komt omdat die bout een tegenmoment levert. En daarom tork je hem. En bij een vliegtuig hebben we niks te maken met een bout of een tegenwerking in zwaartekracht. Dus het moment van de zwaartekracht telt niet mee. Oké. Okay.